Hallo iedereen en welkom bij onze Nier Automata playthrough. Het is nog wel een raar begin, want ik heb niet het beginstukje blijkbaar opgenomen. Want ik dacht van, nee, ik ga gewoon beginnen zo. Gelijk. Was er een opening dan? Ja, eigenlijk is een opening. Maar het is ook, like, weet je, een begin, like, naar het titelscherm gaan, weet je wel. Like, eerst heb je de statische shit en dan heb je het beginscherm. Maar ik begin gelijk bij het beginscherm, wat nog wel awkward voelt. Ja, misschien was je beter over met de cutscene. Mousekun is terug! Het blijft er niet veel over, ik zweer het. Zo, welkom voor deze blind playthrough van mij in het Japanse stemacting. Ja. Anyway, we zitten hoeveel jaar in de toekomst? 10.000 jaar? 10.000 jaar geleden vielen de aliens aan. Dat is een grap einde neer, de originele neer. Ja, dat is een grap einde, dus dat lijkt het vervolg van een grap einde. That's such a weird thing, but alright then. En de aliens hebben deze machine levenvormen gemaakt, waar we nu tegen vechten. We zitten een beetje op een schaakmat. Nee, niet een schaakmat. Een stalemate. Ah, dat sucks. Zo'n beetje. De robots gaan ons niet verslaan anytime soon. En we verslaan hun meestal meer dan ze ons verslaan. Maar er zijn zoveel van hem en ze blijven steeds terugkomen. Dus we winnen nooit echt. Weet je wel? Alright. Well, lekker bezig, zus. Ja, ik moet even wennen. Het is een tijdje geleden. En iemand het spel gelijk heel goed doet, is like de soundtrack. Ja. Als ik eerst luister naar dit en die denk gewoon dat het een beetje serieus en shit. En dan begint het de fucking chorus te zingen en dan begint het te move. Nou wacht, dit is nog het beginstuk, dus het blijft nog eens stil. Ja. Dat is één ding wat ook cool is aan de soundtrack in het spel. Is, like, je hebt altijd. Het is heel dynamic, weet je wel. Want je hebt eerst van de stil versie van de muziek, dan hoor je, like, wanneer je gevecht bent, hoor je, like, de vocals en everything. Ja. Dat is gewoon fuck, iedereen is zo fucking scrub. Als je praat over hoe incompetent alle andere fucking vechters zijn. Ja. Kijk, stel alles doodgaat en hij beweegt niet eens veel. Yes, hij draait op de meest simpele projectiles. Wat is dodging? Ik zei net zo erg als Gohan. Is het echt die dynamic of meer, weet je wel, het heeft zijn actes en dan weet je hoe ver je in het verhaal of spel zit. Nee, het is dynamic. Want het hangt ook een beetje vanaf welk waar je bent, want in een music park is zeker weer dynamic. Want ook wanneer je gevecht bent, dan hoor je like de vocals, wanneer je niet in gevecht bent, dan is het like meer de normale thing. De instrumental. Ja, de instrumental. En sommige hebben like drie versies van hetzelfde team, like je hebt like instrumental, je hebt met vocals, en dan heb je like loud met vocals. Ja. Yeah. Maar niet loud, maar. Nou, het is like je hebt down, dan heb je de mid, en dan heb je like de high, en dan heb je dat met vocals of zonder vocals. Dus like, er zijn zes versies van elk liedje, om het zo te zeggen. Ik voel het zo, ja. Nee, er zijn meer, want ik heb de 8-bit versie. Alright. Maar heeft de 8-bit versie ook vocals? Niet vocals. Dus er zijn 7 versies van dat liedje. Ja. Het is wel raar dat je met het spel begint dan met like, deze like, shoot-em-up sectie. Ja, je zou denken. Het is wel een heel andere gameplay stijl en alles. Ja. Oh. Nou, wanneer ik dit opnieuw moest doen, was ik veel beter hierin. Ik speel bij de stukjes hard mode, want ik probeerde hard mode. En ik raad het nooit aan. Nou, you know, you're not gonna stop me. Op een of ander punt ga ik dingen spelen. Jij gaat een stap verder, jij gaat very hard mode. En dan ben ik dus vooruit op dat punt, om eerlijk te zijn. Ja. Yeah. Like, het verschil tussen hard mode en very hard is dat je kan misschien een hit nemen soms, I guess, in hard mode. Maar dat is een beetje het. Ja. Yeah. Dus ik raad hard mode niet aan als je gewoon lol wilt hebben met het spel, though. Maar normaal voelt het een beetje te makkelijk voor mij op dit punt. Alles gaat te snel dood, voelt het, weet je wel. Ik wil meer een bullet punt waar dingen niet zo makkelijk dood gaan. Nou, geef het tijd. Je komt uiteindelijk bij dat punt van het spel waar je like, moeilijkere missies zelfs kan doen, dus. Zeg dat. Zelfs dat.
Ja, sommige dingen zijn makkelijker te handelen. Dat is later de fucking yoga maar master. Ik weet, ik had veel meer moeite met het spel toen ik het voor de eerste keer speelde. Makes sense. En met deze replay-through. Met deze replay-through gaat alles heel versneld uit. Nou, als je misschien één ding merkt, dat de cutscenes een beetje stutteren. Het komt door de PC-port van dit spel. Zonder de farmbot stuttert dingen. Ik heb nu de farmbot aanstaan, tenminste dat is aanstaan wanneer we bij... na de desert level. Dus nu zie je wat stuttering zien bij cutscenes. Zo, we hebben onze drone nu. Wat onze long range wapen is. En het is niet slecht voor sommige dingen. Het is niet slecht. Je gebruikt het vooral bij baasgevechten en bij 2D secties. Hij wordt vooral goed later wanneer hij ook mods en zo krijgt. Waarom mods? Ik blijf nog steeds de laserbeam gebruiken, want de laserbeam staat goed. Je ziet, alles doet heel veel schade in dit spel. Ja, ik vind de Mitrailleur eigenlijk de beste. In mijn mening. Ja, ik vind de Lightning de beste. Lightning? Met de laser, special attack. Oh, nee, je bedoelt de mod, bedoel je? Ik dacht, je hebt het over de versies van de drone. Nee, ik heb het over de mod, de lasers. Nou, de laser is great, maar ik zou zeggen dat ik die verding wil hebben, de Shockwave. Ik hou van de Shockwave meer. Kijk hoeveel, een projectile doet bijna de helft van mijn HP eraf. Ja, het is alsof je hard mode speelt. I know, right? Maar het is Jesus Christ, laat eens de bullet hell, weet je wel? Ja. En het wordt niet echt beter, ook al equip je defense shit later in het spel. Want later in het spel doet alles nog meer schade. Zoveel het punt waar ik gewoon gewoon het killed werd. Ik deed normaal mode en alles was te makkelijk, dus ik probeerde mijn hard mode weer. En toen ging ik ineens gewoon dood. Je kan gewoon gemakkelijk wisselen en zo. Ja, je kan gewoon makkelijk wisselen. Zolang je niet een gevecht bent, kan je wisselen. Natuurlijk is het een tutorial sectie, dus je kan niet wisselen, maar ja. Zeg hallo tegen de baas. Dus dit is meer een mini-baas, to be fair. Yes, it is, but it's still a boss. Ja, het heeft even muziek ook. Dit is eigenlijk Song of the Ancients. Maar meestal hoor ik alleen maar de instrumentenversie in dit spel, nooit echt de vocal versie, wat jammer is. Maar ik hou van de vocal versie. Zoals je ziet, schade doen neer Tomata eigenlijk, want er zijn later punten in het spel waar het voelt alsof je heel weinig schade doet. Maar dan nog steeds, het is altijd te doen. Mijn probleem is meestal gewoon met hoeveel schade jij neemt. Want holy shit, alles doet veel schade tegen jou in hard mode. Zoals een normale mode doet alles wel redelijk schade en zo, weet je. De schade valt in de bijhand is nooit een probleem. Het is altijd de schade jij doet. I guess the idee is in hard mode is gewoon probeer je A-game erin. Hard mode en ultra hard mode is de bedoeling dat jij je A-game erin doet in dodge en shit. Dat jij niet stil blijft staan. Maar op een gegeven moment heb ik zoiets van wat is het van very hard mode en hard mode als bijna geen verschil zit tussen de twee. Het is omdat je bij het begin het makkelijker hebt voordat je naar het latere punt gaat. Grappig is, want de tutorial is eigenlijk de moeilijkste gedeelte van het spel als je hard mode doet. Want je hebt geen chips, weet je wel. Je hebt geen speciale dingen om daar het ding te verbeteren. Kijk hoe erg alles stuttert, alles is 12 frames per seconde in cutscenes, ik zweer het je. Er zijn punten van cutscenes waar hier bijvoorbeeld ook. Oh ja, het is tijd voor de Shota 6. Oh god. Ik wil echt de originele neer gaan spelen alleen om te kijken hoe Unainus eruit zag. Het hoeft niet echt, want we hebben de remake. Dat komt uit, tenminste. Wat was de remake? De originele Nier krijgt de remake. Het is niet gestuurd. Ik dacht was een vervolg, maar nice. Nee, dat is remake. Nice. Remake ik Ah, eindelijk. Ik zat daar zo lang voor te wachten. Is dat een Heart Gold en Soul Silver remake, toch? Dat is niks spelen met het verhaal. Dat is gewoon gameplay fixes. Ja, wat ik begrijp, het verhaal blijft hetzelfde. Nice. Dat is wat we echt nodig hadden. Vergeleken met Final Fantasy 7. Yes! Dat kon Final Fantasy 8 zijn, but you know. By the way, Final Fantasy 7 is eigenlijk al uitgekomen in Europees en Australië. Nou, ik weet, is gewoon, ik heb geen interesse erin. Dus motherfucker, het kost 60 euro, I'm not gonna buy it. Het verhaal is oh nee, dit is niet Final Fantasy 7. Dit is Final Fantasy 7, Sephiroth gaat terug in het verleden om Final Fantasy 7 te verneuken. En we moeten Final Fantasy Sephiroth van de toekomst stoppen, dus om de OG te verpesten. Nou, is dat letterlijk de plot van de remake? Of is dat een joke? En van wat ik begrijp is dat een legit plot. Oh, I'm interested. Wij gaan nog steeds wachten tot alles uit is of er een korting is. Fuck off. I'm not crazy.
Ik wacht. Ja, ik wacht ook, want ik heb gewoon niet. Ik heb gewoon geen. Ik weet niet, wanneer ik met actie-RPG's ben ik al goed met Kingdom Hearts in dit spel eigenlijk. Het gaat eventjes wel, hoop ik, meer voor like turn-based shit. Ja. Also, ik hou niet echt van episodic shit ook, want ik weet nooit wanneer. En dat is eigenlijk mijn reden waarom ik zeg van ja, nee, ik wacht gewoon totdat er like, korting komt. Een goed korting, by the way. It's like. Ja. Yeah. I'm gonna be a stingy bitch voor deze. Wat ik begrijp is het like 37 uur lang. Wat niet verschrikkelijk is, I guess. Nee, dit is verschrikkelijk. Weet je waarom het verschrikkelijk is? Want de originele spel was 30 uurtjes. Met alle discs. Ja? Dat is waar de verschrikkelijk in komt. It's like, I'm scared. What did they do? Dat is wel hoe ik ook voel, zo'n beetje, ja. It's like, wat was noemen we ook weer? It's like, ja, ik ga like Midgar 60 uurtjes maken of zo. Was dat wat hij zei of 30 uurtjes? Hij zei 60 uur, uiteindelijk is het 37 uur. Maar goed, het is like, ze gaan veel dingen erbij doen, ik begrijp dat, maar nog steeds. Ja, en daarom zeg ik ook, ik maak me er zorgen over waarom dit 37 uurtjes is. Het is ook vrij gewoon zijn geweest als het gewoon een andere Final Fantasy spel was dat net zoveel goede graphics had of zoiets, I guess. You know, like, maybe Final Fantasy 8 verdiende dit meer? Of, is dat just... 8 had er één nodig en had ook een ander verhaal nodig, dus het is perfect. Of niet, I guess, het is niet een ander verhaal, maar een betere uitgelegd verhaal. Ja, beter uitgelegd verhaal. Beter executed verhaal. Yes. Iets wat meer coherent is, I guess, beter om te zeggen. En een gameplay dat meer smoother is geworden, om het zo te zeggen. Ach, praat over vooral deze soundtrack houdt ook neer tot het aan. I don't know. Ja? Het voelt iets groots, weet je wel. Like, je zit ineens een grote fabriek in, begint iets groots en je voelt de muziek dan ook. Ja, de grap is, het is niet deze fabriek team. Nee, no, wacht. Dit is mijn favoriete team van het hele spel, like, naast de Desert Team. It's like, oh. Well, it's just the emotion in it. It's like, it's just. It's fucked up. Yeah. It's like, the world is fucked up. And it's like. en als je weet hoe het verhaal gaat, uiteindelijk is het, like, je snapt waarom het zo, like, waarom deze team zo klinkt. En het is, like, hoef niet echt te spoilen, want elke Yoko Taro verhaal eindigt altijd slecht, dus geen goed einde. Like, Yoko Taro het spel doet, oké, tijd om iedereen miserable rond te maken. Oh, ja, ik ken het einde nog niet, dus niet spoilen. Oh ja, ik heb waar. Het spel nog niet afgemaakt. Je hebt het nooit kunnen uitspelen, want je had toch rage quit. Ja, ik probeer eigenlijk wel een beetje verder te gaan met de toren en zo. Maar ik dacht van fuck it, ik ben zo dichtbij om het weer op te nemen, dus ik doe het wel later. Je speelt het maar gewoon uit tijdens de opname. Of dat, of ik doe het later, want ik heb nog wat tijd tussenin 5 Warriors 3 en zie dat het later kost. Right. Deze turret-fuckers kunnen de lulzuigen dan weer zijn. Zijn die moeilijk of zo? Maar stel je in je 2D-sectie zitten en je moet like fucking perfect aiming doen. Man, ik kan niet wachten wanneer... Bij de hardcode heeft geen lock-on, just so you know. Nee, ik kan niet wachten wanneer je eenmaal like bullet rupture hebt en zo. Dat gaat je een beetje helpen. Ja, grappig genoeg though. Like, ik kan voor de langste tijd niet een skill vinden wat like, je tijd langzaam maakt wanneer je... wanneer kogels op je afkomen. Was dat niet een... Mijn eerste playthrough heb ik makkelijk gevonden. Met wie is playthrough heb je makkelijk gevonden? Playthrough heb ik makkelijk gevonden. I don't know. Het is een rare drop of zo. Like, later is het volgens mij meer like, makkelijker te vinden. Het is een zeldzame verkopingspunt van de Emile. Zo wat zei je? Dat is een zeldzame verkooppunt van Emile. Zo oké. Je hoeft je geen zorgen te maken over schatkisten op dit punt, want like, het is like, de eerste tutorial levels heb ik geen schatkisten neergezet hier. Wat ik me kan herinneren, anyway. Right. Sowieso hier teruggekomen, dus het maakt niet uit. Ja. Yeah. Also, verlaag die brug. Het opent de shortcut. Ja. Ja. Eigenlijk, ik weet eigenlijk niks meer over van deze map en zo. Je wilt de shortcut hebben, though. Jawel, dat zeg ik maar. Het grootste dat ik veel deze door deze is voor mij, sommige dingen zijn nog een beetje weer nieuw, want zo lang geleden. Ik kan het begrijpen, want dit kwam uit 2017, dat is wel goede 3 jaar geleden. Ik weet niet eens wanneer ik hem laatst had uitgespeeld. Want ik stopte met spelen, omdat ik wilde like, alle sidequests afmaken, maar toen had ik deze ene sidequest, hè. Het is like, de kutste sidequest van ze allemaal, want het is like, oh ja, verzamel enemy data, en ik ben een beetje wat... I'll pass. En toen besloot ik om gewoon verder te gaan. Ah, ik zie je, ik doe een 100% playthrough van dit, dus ik ga wel alle sidequests doen. Ja, ik heb een guide, dus het is goed. Want ik heb wel, dit is eigenlijk, ik wil, omdat het spel zo geliefd is en zo,
En ik begrijp ook waarom. Ik wil dit spel like, de best, like, op zijn best eruit laten zien. Dus ik wil alles doen, zo'n beetje. Ja. Yeah. Ik probeer alle, like, alle, wat is het, alle logs, alle like, informatie over te doen. Alle upgrades te krijgen voor elk wapen. Alle sidequests. Alle super secret bosses en alles. Ik weet niet of ik elke secret kan doen, want sommige secrets zijn blijkbaar nog niet eens ontdekt. Ah, Yokotaro never disappoints. I mean, de Dragon Guard spellen bestaan nog goed. Ja, dat is waar, dat is waar. Wat tenminste sinds het dik is, is dat never disappoint. Ik vraag me af waarom ze net verslagen worden. Ik denk dat het gewoon komt dat iedereen hier fucking idioot is. Like, wij mensen hebben de nukes ontworpen voor een reden. Nee, ik denk dat er een heel ander subplot erbij is waarom ze dit ook proberen te vernietigen. Just nuke everything. Nee, you know. Dan nog nu, op wat fucking periode was like, de originele Nier? Af van het spelen. Was het like, een beetje meer onze tijd of was het ook weer meer middeleeuwen? Dus we kunnen van de ruïnes kijken van deze wereld wat van onze tijd is. We kunnen wel van deze ruïnes bekijken. Heb je ooit een pretpark gezien in de middeleeuwen? Ja, kijk, ik zit er zo over na te denken, but like, dit is like een 10.000 fucking jaar oud oorlog blijkbaar, of niet? Ja. Dus wie weet of ze tussen de fucking alien overnaamschap nog vooruit kunnen gaan en shit. Moet je ook over na. Dus dan, wie weet. Maar dan opnieuw, we zien het wel met de Nier Replicant. Replicant? Wat is het? Ja, Replicant heet het. Kan niet wachten. Maar, Ennis, laat ik ook zoveel over een sequel praten. Ik heb nooit einde gespeeld. Ik heb nooit einde gezien. Zonder te spoilen, kun je me vertellen wat, like, als er een sequel is, waar zou het over gaan, denk je? Wat is er, like, van zover ik begrijp, alles is naar de kut gegaan. Dus, like, wat voor sequel zouden ze kunnen maken wanneer het doet? Ik weet niet man, volgens mij is er geen toekomst in dat spel meer, in dat spel. Nee, daarom denk ik... It's like, anders tenzij like animals opeens, weet je wel, furry kinderen wil beginnen, I don't know. Fucking hell, alweer met de fucking furries? Nou, dat zijn de enige dingen die volgens mij nog leven, als het nog leven, want dat heb ik niet gezien. Ik zweer het je, de fucking furries hebben het te goed gehad, deze laatste paar jaren. Dus ik denk er zo over na. Ik weet niet of dieren ook het slachtoffer waren van de fucker die dat aan gaande was. Maar als dieren niet de slachtoffer zijn, dan kunnen ze uiteindelijk net zo intelligent worden en uiteindelijk op vier voeten lopen zoals de furry het altijd wilde. Kill all the furries. Oh. Maar ik liep hier terug, alleen omdat ik niet wist dat like, dat een like, shortcut was. Ja. Nee, dat heb ik niet eruit geknipt, zodat ik like... Iets vond. Iets als gemist ofzo? Ja, ik heb deze hele ambush genegeerd. Ah, zo mooi. Om deze ambush te zien. Oh wacht, het is hard mode. Oh no! En zo van de lasers. Dat ja. Weet je wel, hun fysieke aanvallen doen minder schade dan de projectiles. Dat is fucking gestoord. Dat was dan de zon. Ja. Ik denk ze weten in hard mode is dat veel meer belangrijk. Is dat veel irritant, dus ze willen dat moeilijker maken. Ja, ik zie ook een schatkist daar verder op, die moest ik ook komen. Dus ja, laten we praten over de gameplay, wat hebben we hier gedaan? We hebben natuurlijk onze like, combo aanvallen, gewoon like, onze vierkante combo, onze driehoek combo. De driehoek aanvallen kun je niet combineren met vierkante aanvallen, maar wel andersom. En dat hangt ook echt vanaf wat voor wapens je hebt, want je wapen, like, je komt wel veranderen met welke wapen je hebt en je hebt like, twee sets van wapens die je kan doen. Daar je tussen kan veranderen elke keer. En je kan bijvoorbeeld like, de grote zwaarte op een vierkant combo doen en de kleine zwaarte op een driehoek combo en dan krijg je een heel andere combinatie van aanvallen. Op dat moment is dat wel heel erg interessant. Het hoofdidee is dat driehoek is altijd de heavy aanvoer. Dus het maakt niet uit welke wapen je equipt, het is altijd de zwaarste aanvoer die er zijn. Terwijl driehoek vierkant altijd de licht aanvallen zijn, om het zo te zeggen. Maar als je wel je kort je
Dan zie je een zwakkere zwaarde, like je lichtere zwaarde, like je gebruikt op je driehoek. Dat doet het niet, dan is het niet alsof je hartstikke langzaam bent met je aanval. Het is soms zo dat, like... Het is gewoon, je bent iets trager met je licht zwaard als je het op de driehoek zet. Het is gewoon een beetje wel, het is trager dan als je het op een vierkant zet. Om het zo te zeggen. Je doet meer bewegingen, zeg maar. Want als je het zwaard op de driehoek zet, bijvoorbeeld, dat is als je gewoon, als je gewoon zwaait, spring je gewoon naar iemand toe met het zwaard, zeg maar, weet je wel. Je doet een extra beweging erbij. Ja. Zou ik dan ook zeggen voor, de grote zwaard op de driehoek aanval. Zoals je ziet, nu spin ik rond. Maar als ik het op een vierkant zou doen... Dan zou ik ermee swingen en zo. Ja. Eén ding wat je ook kan doen is een charge attack. Als je de driehoek vast staat, dan doe je een charge attack. Wat niet helemaal werkt voor zwakkere, lichtere wapens. Maar was charge alleen voor vierkant of was dat ook voor driehoek? Het vierkant, in plaats van dat je de charge doet, je lanceert je wapens zo'n beetje. Om het zo te zeggen. Of nee, je doet een ander soort aanval. Als je een grote zwaard hebt met vierkant, dan spin je rond. Spin je verticaal rond. Terwijl je naar je pijl toe springt. Right. Ik maak zoveel bofferies hier vergeleken met fucking Later. Dan kun je niet wachten wanneer je ultra hard moet spelen waarbij we nooit de recovery items hoeven te gebruiken. Dus ik kijk naar deze verzameling van recovery items, ik ben dat fucking goed. Oh, hij doet niet. Ik kan niet wachten op... Wat het tutorial het meest moeilijkste ding maakt is dat je geen checkpoints hebt in de tutorial. Want de tutorial heeft geen save points of checkpoints. Als je je charge niet compleet volledig doet bij rennen, doe je een andere aanval. Wat soms goed kan zijn. Natuurlijk, wanneer je hebt de dodge mechanic. En de dodge mechanic is hartstikke goed, dus je kan het gebruiken zelfs mid combo en zo. Dus je kan elke keer je combo cancelen, waardoor het gevecht vloeiend voelt. Buiten dat, als je op het laatste punt een aanval ontwijkt, dan kun je een counter attack doen. Dat verschilt weer met elk wapen die je gebruikt, maar zelfs de drones hebben een counter aanval. Want ik zag die vis tot de plaat had gebruikt, dus ook wel. Nou, weet je wat ik het leukste vind van de dodge? De combo is nu veranderd, omdat ik nou de zwaarde heb veranderd. Volgens mij de coolste ding though, met dit spel is vooral hoe de dodge roll is, of de dodge dash. Het is ook een mooie vorm om te bewegen en zo. Want je maakt er veel vaart mee. En de meer het upgrade, of weet je wel, met chip upgrades en shit, de meer vaart je maakt. Het is gewoon nice overal. Na de top-down segments is fuck, dit is echt hard mode. I can't see anything! Dit is eigenlijk echt het stukje waarbij de mod voor de shockwave geweldig is, maar dit is hard mode, zo wie weet hoeveel HP ze eigenlijk hebben. Ze hebben ook meer HP, ja. Wat niet zoveel uitmaakt, maar je hebt genoeg manieren om veel meer schade te doen in dit spel. Dus... Het is meer je eigen health dat echt een probleem is. Nou, uiteindelijk heb je niet echt HP meer nodig als toch alles een one hit kill is. Ja toch? Alleen ik ben geen pro gamer, dus ik ga het niet doen. Ik heb niet de geduld. Ja, het is de hele idee gewoon is uiteindelijk als je een no hit run toch gaat doen. Dus ik heb gewoon de chips die toch een attack boost geven wanneer ik voor HP heb. Er is echt geen reden meer dus. De hele explosies... Er zijn ook finishers attacks en shit, wat je doet wanneer iemand op laag HP is ofzo. Het is een beetje raar, though. Je krijgt ze niet altijd later in het spel. Is het deden de explosies ook schade tegen, of was het alleen wanneer de suicide runners deden? Alleen de suicide runners, fuck de suicide runners. Ja, I know. Suicide runners zijn de reden... ik speel op normaal mode en de suicide runners, zelfs in normaal mode, zijn de reden waarom je doodgaat. Ja, I know. Dat was in de eerste playthrough ging ik daar altijd door dood. Nou is het niet zo erg wat ik heb voorbereid, maar het eerste plate was fuck you. Zal ik het leukste vertellen, though? Als je de parry chip hebt, kan je de explosies parryen. Really now? Yes, you can. Okay, dus Protoman kan explosies door midden snijden en de 2B kan ze parryen. Yes. Het is best anime fucking ding. Weet je wat ook een anime als fuck ding is?
Wat? Iemand die een fucking giant railgun draagt, die zo krachtig is dat de vloer breekt. Dat de grond breekt door de bliksem. Maar ze heeft een realistisch design. Ja, dat kan niet realistisch zijn, dat is de I hate virtue signals. Dus ja, deze wereld is ook heel erg anders geworden. Like, natuur heeft alles overgenomen. Maar er is geen avond meer. De avond is weg. Er bestaat geen avond meer. Letterlijk, de hele aarde is gewoon fucked up. Want nu is het gestopt met spinnen zelfs. Blijkbaar is ook de ozonlaag zo'n beetje... Like, nee, want natuur heeft het overgenomen. Dus niet zo heet als een desert. Dus de ozonlaag is er nog steeds. Maar als je naar de desert kijkt, dan zie je wel dat er like, steden zijn en zo. Op dus waarde. Het was niet altijd een desert. Ja. Dus dat laat ons zien dat er inderdaad climate change is gebeurd. En dat was nog niet het einde van de wereld, zo te zien. Niet van de aarde. Nee. dat is een heel andere reden waarom de mensen naar de maan zijn gegaan. Ja, dus het is als goal best zo vrij gezellig genoeg om de mensen uit te nodigen op aarde, toch mensen? Goal best was altijd een goede, volgens. Ik denk dat meer de Sage dat zo aardig ervoor was, want de Sage was altijd degene die like, op de maan leefde voor zoveel jaren. Wat was de maar Sage nou? Iedereen is een maanmens, dus uiteindelijk. Ja. Maar dan kun je wachten tot je bij dat stukje van Naruto bent. Dus like, ik ga je alvast vertellen dat met Naruto, ik heb één probleem. Dat is nu, ik ben like, op een Naruto burn-out, om het zo te zeggen. Ja, dat gebeurt wel. Het is gewoon, om het zo te zeggen, ik ben nu bij het stukje waarbij like, Sakura nuttig is. Nee, ik ben niet zo ver. Ze heeft gewoon iemand van vergiftiging gered. Oké, er komt een veel beter gevecht later. Ja, is ze heeft... laat eigenlijk. En Gaara wordt nu, wat nu dat? I don't know wat je dat zou noemen, maar je weet wat er gebeurt met Gaara. Extracted, I guess. Yes. He's getting his dick sucked in an extremely violent way. Ja, basically. By the way, je moet nog voor Fury kijken. Het is dagelijks, Zo is. Wist je dat Moses een draak summon om de wizard te bewijzen dat hij een profeet is? Kijk naar dat, hij heeft bijna de halve HP of? Ja. Ennis. Wist je dat? Wanneer, like, wist je dat, like, twee van de drie bewijsstukken dat Mohammed had om, like, te bewijzen dat hij de profeet is, heeft hij gefaald? Nou ja, dat wist ik niet. Alles wat ik weet is dat hij, like, de fucking maan door midden had gesplitst voor één keer. Dan zijn die zoiets van, oké, er gaan nu stenen vallen hier. Dan like, uren zitten ze te wachten en er gebeurt niks. Dus like, zie je, ik ben de profeet. Dat is gewoon... Oké, I believe. I swear to god, it's like... Het is een reden waarom like, de mensen van anime zo leuk vinden, de fucking bijbel en shit. Als ik iets heb geleerd thuis dat het like, de Griekse mythologie gewoon hentai was, voordat hentai een ding was. Ja, dat is waar. Het is like Thor. Of nee, Zeus. Het is gewoon... Alles heeft te Zeus maken Zeus is één ding, maar iedereen deukt wat fucking raars. I know, right? Like, elke hentai genre dat bestaat ook in de Griekse mythologie. Schijnt er ook een genre? Ik weet zeker dat er ergens iemand een geit heeft geneukt in de Griekse mythologie. Was het logisch ding. Want Peace and Reality gebeurde daar ook. Ah ja, Zeus neukt iedereen. Ja. Yeah. Anyway... Holy shit, de level 6 vijand nu, oh man. Oh ja, fucked up man. Waarom is dit zo kort, though? Waarom is dit... geen idee. Waarom zou het zo kort zijn, denk je? Wat is het, though? Nee joh, ik ga nooit dood. Ik ben een Super Saiyan. Het is weer een hard mode spot. Ik denk dat het komt dat iemand de ramen aan het breken is en dan doodmaken is. Daarom is de video zo kort. Even de metagamie. Zie je, kijk, ik doe het nu best wel goed, weet je wel, alles gaat best wel oké. Oh shit! Gelukkig heb ik een healing skill, hè? Ja. Oh, daar komt er nog eentje. De jongen forces annihilated, en het went on to become a paradise for the machines. Dat was het tijdens, dat was daar klaar voor de commentary. Hoe zie je de commentary?